De jonge variant van de Lichtstad Derby eindigde vorig jaar in een 2-1 overwinning voor Eindhoven en het jaar ervoor zelfs in 2-0. Jong PSV is dus gewaarschuwd helemaal als hier het schot overgaat van Van der Velde. Eindhoven begint goed aan dit duel. Maar een aanval ook van PSV. Poging van Paal eindigt in de handen van Ruud Swinkels. Je ziet ook Ricardo Moniz, de trainer van Eindhoven. En een vrije trap voor de thuisploeg. Aardige kopbal van Vloed. Maar ook hier is de keeper, de reddende engel, Hidde Jurjes in dit geval. Zoals gezegd, Eindhoven goed, aanvallend. Ploegen doen niets voor elkaar onder in de openingsfase. Aanval opgezet door Eindhoven en uiteindelijk het schot van afstand van Swinne. De linksback van Eindhoven is gevaarlijk. Dan een hoekschop voor Eindhoven en dan ontstaat er een countermogelijkheid voor Jong PSV. Buiten die kans dus van Paal nog geen mogelijkheid gehad. Hier wordt Gudmundsson weggestuurd en dan is het raak. Een lesje in effectiviteit voor Eindhoven. Albert Gudmundsson, de IJslander, tekent voor 1-0. PSV heeft tot nu toe 3 keer een uitwedstrijd weten te winnen dit seizoen. Daarvoor hadden ze 14 pogingen. Maar nu starten ze goed tegen de stadgenoot. Dan gaat het lekker lopen bij PSV. Prima voorzet van Locadia die in de basis startte. Daar is het weer Gudmundsson. Ja, als hij scoort doet hij dat vaker dan 1 keer. En nu is het 2-0. En ze zouden bij Eindhoven toch moeten weten dat Gudmundsson vrij doeltreffend is. Hij staat helemaal vrij daar aan de rechterkant en prikt opnieuw die bal langs Ruud Swinkels. 19 jaar, die aanvaller van PSV. Op zich hoeft Eindhoven niet te vrezen. Ze hebben kansen gecreëerd. Alleen de effectiviteit is met name voor Jong PSV. Een aansluitingstreffer zou wonderen kunnen doen. Ze hebben natuurlijk Mart Lieder, de clubtopscorer. Maar als hij deze ballen zo hoog overschiet, dan wordt het lastig. Goed voor 11 doelpunten dit seizoen. En voorlopig blijft hij daarop staan. 2-0 is dan de ruststand in Eindhoven tegen die andere ploeg uit Eindhoven. Paal legt de bal terug op Rigo. Die opent in 1 keer. Wat een schitterende bal op Gudmundsson. Die neemt hem prima mee. En dan is het weer raak. Albert Gudmundsson, een hattrick. En het vuistje opnieuw van de IJslander. Maar wat een schitterende paas van Dante Rigo. Heeft in zijn ooghoek al gezien dat Gudmundsson volledig vrij staat. De verdediger Augustin Loof is dan te laat. En Gudmundsson tekent opnieuw voor die treffer. Hij staat nu op 12 doelpunten. Ja, Eindhoven mag dan een gelijkwaardige wedstrijd spelen in die eerste helft. Het staat wel met 3-0 achter. Ja, ze hebben allemaal bij PSV natuurlijk Depay gezien. Die dat fantastisch deed voor Olympique Lyon. En waarom zou het Zinchenko niet lukken? Hij probeert het in ieder geval. Eindhoven gelooft dan niet meer echt in een goede afloop. En zo komen er nog meer kansen voor PSV. Poging van Locadia is niet al te gevaarlijk. Gudmundsson, nu in verdedigend opzicht. De bal terug naar Jurjes. Slecht uitverdedigen van PSV. En dan een aardige kans voor Lieder. Maar hij heeft het vanavond niet. Ja, op VVV na krijgt PSV de minste doelpunten tegen in de Jupiler League. Met die 3-0 stand kan het rustig de score verder uitbouwen. En dat gebeurt ook. Locadia maakt er 4-0 van. Achterin houden ze de 0 en voorin dodelijk effectief. Dat is toch wel een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Weer een hoekschop voor Eindhoven. Weer een counter voor PSV. Weer een schitterende opening van Zinchenko. En dan een prachtige lop om deze heerlijke avond te besluiten van Lomwijk. 5-0 voor Jong PSV tegen Eindhoven in deze stadsderby. Een afstraffing voor de ploeg van Ricardo Moniz.
En er is maar één manier waarop je dat duidelijk kan maken.